Miljoenen jobs zullen de komende jaren geautomatiseerd worden. Enkel de meest begaafden blijven aan de slag. Maar stelen de robots echt onze jobs? In 2013 voorspelden twee Oxford-professoren de mogelijke automatisering van bijna 1 op 2 Amerikaanse jobs tegen 2030. Het meest recente rapport van de OESO, de denktank van vooral rijke landen, wijst op een potentiële automatisatie van 1 op 7 jobs. De verschillen in schattingen zijn groot. En dat geldt ook voor de onzekerheid ervan. Enerzijds kan een onverwacht snelle vooruitgang in machine learning en artificiële intelligentie meer taken blootstellen aan automatisering. Anderzijds overschatten sommige experts de snelheid van de automatisering bij de bedrijven. De belangrijkste kritiek op de meest negatieve voorspellingen is echter dat het vooral taken zijn die worden geautomatiseerd en niet volledige jobs. Een stuk kan geautomatiseerd worden, een ander stuk niet. Alleen de meest repetitieve jobs zullen volledig verdwijnen. Dit wijst naar een toekomstscenario van cobots. Mensen die samenwerken met robots, met algoritmes of nieuwe technologische instrumenten. Het World Economic Forum voorspelt daarboven dat bijna 1 op 3 van de taken die we vandaag doen tegen 2020 zullen veranderen door de introductie van nieuwe technologieën. Het verdwijnen van jobs is dan ook niet het grootste probleem. De uitdaging voor de maatschappij wordt vooral iedereen aan boord houden. En daarin slagen we maar door de digitale vaardigheden te versterken. Wetende dat 40% van de Europeanen op arbeidsleeftijd zelfs niet over basisdigitale vaardigheden beschikt, wordt dat een enorme klus.